dat is een oude tekst waarin dus een soort van meditatiehandleiding is gegeven, zeg maar. En een van die dingen die ze noemen in de Visuddhimagga, of die tekst dus, zijn de zeven sapaya, of de zeven geschiktheden. Zeven dingen waar je naar kunt kijken en verzorgen dat het geschikt is in je dagelijks leven, zodat je meditatie beter een plaats kunt geven. Eerste is je thuis, tweede is je werkplek. Dat zijn dus de twee eerste. Dat gaat over het inrichten van de ruimte waarin je mediteert. Dus heb je een ruimte waar je je thuis voelt om te mediteren? He, of er nu een brandkast met een haspel achter je staat, of dat je liever buiten zit. Het is goed om te kijken naar de plaats waar je mediteert. Ik raad altijd mensen aan om een vaste plaats te hebben waar ze regelmatig mediteren, omdat je dan ook die plaats hebt als een soort van herinnering. Ideaal is natuurlijk als je zelf een meditatieruimte kunt inrichten. Een soort van berghok waar je een meditatieruimte van maakt, kan ook. Of een schuur. Ik ken iemand die in een schuur mediteert. Die heeft wel een ziekte waardoor hij geen kou voelt, maar toch een belangrijk detail. Maar goed, het is ook mogelijk om een hoek in je slaapkamer in te richten als meditatiehoek. Werkplek kan ook goed zijn om even naar te kijken. Dus je werkplek, als je nu thuis werkt of echt op je werk, kun je wel wat herinneringen met je meebrengen. Bijvoorbeeld een plaatje van een lotus, dat je herinnert aan de sereniteit van meditatie. Dat je neerzet voor jezelf, oké. Sommige mensen hebben een reminder op hun telefoon, een soort van gong of een klankschaal die nu en dan afgaat, zodat je eventjes wordt herinnerd. Vroeger had je natuurlijk van die screensavers om een muisarm tegen te gaan. Zo werd dat in de 90 jaren nog genoemd. Zo'n muisarm, weet je wel, dan had je van die screensavers om dat tegen te gaan. Nou, dat kun je natuurlijk ook gebruiken voor meditatie in principe. Dat je nu dan een herinnering op je computer hebt. En die heb je ook speciaal voor meditatie. Ik heb er zelf ook eentje die is gemaakt door een monnik die een ervaring had met tekenen en kunst. En die heeft een kleine, heel eenvoudige screensaver gemaakt die één keer per uur afgaat. En dan hoor je het woord Samma Arahang, de mantra. En dan zie je een Boeddha op je scherm. En als je geïnteresseerd bent, dan kan ik je daar een kopietje van sturen. Als je daar behoefte aan hebt. De volgende twee gaat over de conversaties en de mensen met wie we omgaan. En het is ook wel goed om daar naar te kijken. Want dat kan ook wel je meditatie beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld met iemand omgaat die een beetje de neiging heeft om iets te veel te roddelen dan goed voor hem of haar is, dan is dat soms wel goed om even naar te kijken. Want zulke mensen, als we daar veel in meegaan, dan kan het onze meditatie beïnvloeden. Want roddel maakt je meestal niet positiever. Ik noem maar een voorbeeld. Dat is niet persoonlijk bedoeld voor iemand hier of zo. Het is meer een voorbeeld wat ik vaak noem. Dan heb je de laatste drie. En dat gaat meer over onze gezondheid. Voedsel, klimaat en lichaamsbeweging. In het oude India had je natuurlijk meerdere soorten van klimaat. In Nederland hebben we niet zo snel de keuze. Maar je kunt natuurlijk wel even aandacht besteden aan de huishouding van je huis. Ik bedoel, hoe is de verwarming? Heb je daar een beetje water aan hangen of zo? Een waterhoudertje? Of hoe is de... Als je ventilatie hebt in je kamer, is dat voldoende? Heb je misschien te veel planten in je kamer, waardoor je weinig zuurstof hebt? Nou ja, noem maar wat. Voedsel kan ook belangrijk zijn. Die had ik even overgeslagen. Voedsel kan, als je voor een meditatie mediteert, voordat je gaat mediteren, eet, kan het soms goed werken, soms ook niet goed, afhankelijk van elke persoon. Lichaamsbeweging is tenslotte heel belangrijk. Ik zou zelfs durven zeggen dat het een van de belangrijkste is, want je lichaam en geest staan zo met elkaar in verbinding.
Daarom zie je eigenlijk bij hele goede retraites altijd wel een zekere aandacht aan dit onderwerp. Dat er bepaalde qigong of yoga wordt gegeven naast de meditatie. En dat is denk ik heel belangrijk. Niet alleen op retraites, maar ook in ons dagelijks leven. Zo, daar wilde ik het even kort bij laten. Ten slotte is natuurlijk commitment in meditatie ook heel belangrijk. Maar ik denk dat heel veel van jullie dat al hebben. Dus het is meer een kwestie van even het juist inrichten. Dat je in je leven daar ruimte aan kan geven. En ik denk dat als je eenmaal de meditatiegewoonte opbouwt. Dat je daar in feite heel veel baat bij hebt. En dat je dat, die gewoonte blijft als het ware voor jou zorgen. Ook als je nu en dan wat minder geïnspireerd bent, dan heb je als het ware de gewoonte van, ah, ik wil eigenlijk wel mediteren, want anders mis ik iets in mijn leven. Dat is eigenlijk een heel goed teken, vind ik zelf. Ja, want dan heb je in feite het gevoel dat het bij je leven hoort. Goed, daar wilde ik het bij laten. Is er iemand die hier nog iets over wil vragen?